Dag allemaal, hier weer een nieuw filmpje over Gaerias en Caliroe. Ze zijn net geïntroduceerd eigenlijk en nu zien we hier een beschrijving nog van de schoonheid van Caliroe. En we lezen dit. En gartokalos uk antropinon alateion ud nereidos en nymphes ton oreion al autes afrodites. En Parthenou staat er ook nog bijgeschreven in ons handschrift dat we overgeleverd hebben door de eeuwen. Overleef hebben gekregen, maar dat hoort er niet in thuis. Dus dat mag je weglaten. Want, en tokalos, letterlijk, ze was wat betreft schoonheid. Een accusativus respect, dus accusativus van betrekking. Ja, onzijdig woord in de accusativus in dit geval. Maar je kunt vertalen met ze was van een schoonheid, en dan nog verder. Ook antropinon, niet menselijk, alateion, maar goddelijk. Ze was van een niet menselijke, maar goddelijke schoonheid. En dan gaat hij dat nog eens een keer preciseren. Wat voor goddelijke schoonheid? Nou, oude Nereidos, maar niet van een zeenimf, een Nereide, een dochter van Nereus, de zeegod. Er zijn er een stuk of 50 van. Hier in betekenis of nymphes ton oreion, of van een nymf van de bergen, of de bergnymf, maar autes Afrodites. Van Afrodite zelf. Autes congrueert hier met Afrodites en dan is het, betekent het altijd zelf. Staat in vormje van autos of zo op zichzelf. Dus zelfstandig. Dan is het vaak een persoonlijk voornaamwoord. Nou ja, eigenlijk altijd. Hij, zij, hem, haar, dat soort dingen. Maar in dit geval is het bijvoeglijk, dus krijg je zelf. Dus de schoonheid van Afrodite zelf was in haar. Zo mooi was ze. Feme de tu paradoxu theamatos panta hu deetrege caemnes teres caterion ae syracusas, dynastait cae paides tyrannon, uc ex sicilias monon, ala cae ex italias, cae epeiru cae etnon ton en epeiroi. De fam, feme, fama in Latijn, Nederlands faam, oftewel beroemdheid, reputatie, Tu paradoxu theamatos, van het ongeloofwaardige schouwspel. Moet ik zeggen, wonderbaarlijke schouwspel. Hè? Genitivus allemaal in dit geval. Wat deed die fama? Die dieet trege, letterlijk rende door, oftewel trego's rennen, dus wel bereikte of zoiets dergelijks, verspreidde zich over. En dan pantagu. Overal. Die drong overal door. Imperfectum, dat was een hele lange tijd aan de gang. Caemnesteres en de vrijers stroomden samen van Catareo. Hier Catareon, imperfectum. Je zou verwachten hier misschien een samentrekking te vinden van Eon, maar omdat het zo'n kort werkwoord is, krijg je niet Catareon, maar Catareon gewoon. Imperfectum. Stroomden samen ijs Syracusais. Naar Syracuse. Dat is een meervoudig woord in het Grieks. Syracusai. Dynastai, de Caipaides Tyrannon. Machtige mannen, van meervoud nominatives. En kinderen, oftewel zonen, van tyrannen. Tyran niet in de slechte betekenis van het woord, maar gewoon alleenheerser. Ze hebben een koning soort van. Niet uit Sicilia, dat is Sicilië. Hier een genitivus vorm. Leidt op de rijregel. Iota. Zorgt ervoor dat er niet Sicilias wordt, maar gewoon Sicilias. Niet uit Sicilië alleen, dus niet alleen uit Sicilië, maar ook uit Italië en het vasteland en van de volkeren van het vasteland. Hier zie je natuurlijk nog steeds de genitivus achter X hier zo, en hier een dativus achter N. Wat wordt nou eigenlijk bedoeld? Uit Italië, het vasteland en de volken van het vasteland. Je moet weten, ik heb even een kaartje voor je. Hier in deze tijd, in de oudheid, woonden heel veel Grieken. Niet alleen in Griekse gebied, maar Griekenland. Maar ook helemaal langs de kusten van de Zwarte Zee helemaal. Hier waar ze komen wonen. Creta uiteraard, maar Sicilië woonden heel veel Grieken. Magna Graecia wordt zelfs dit onderste deel van Italië genoemd. Totdat de Romeinen dat veroverden. Er woonden heel erg veel Grieken. En verderop in de Middellandse Zee ook nog wel. Maar dus Italië, wat bedoelt dit stuk ten zuiden hier van Rome, zeg maar. Magna Graecia, het Griekse gebied. Het vasteland Epeiros, dat is
ja, het Balkangebied, dit gedeelte hier. Dus zeg maar Griekenland en alles wat daarboven ligt. En de volkeren van het vasteland, daar moeten we dan bedenken dat we niet alleen te maken hebben met Grieken, maar ook andere volkeren die daar wonen. Dus dat helemaal tot hier zo. Het Griekse woord Epeiros is trouwens ook terug te vinden in de beroemde veldheer Pyrrhus van Epirus. Epirus is een landstreek die daar ongeveer een beetje in Albanië, zo'n beetje Macedonië betreft, daar in de buurt. En dat komt dus van Epeiros in het Grieks, het vasteland betekent dat eigenlijk, maar dat doelde ze mee op dit gebied en alles wat daar zo achter lag. Goed, tot zover dit korte stukje. Volgende filmpje gaan we kijken hoe zij daar met die vrijers omgaat. Tot dan!